Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend. Ik ga naar het station toe van Rotterdam Noord. Dan ga ik naar Utrecht. Dan weet ik nog niet waar ik daar naartoe ga. En vanmiddag ga ik met de excursierit mee. Ik begin om 1 uur in Dordt. Dus ja, en het is vandaag trouwens eerste Pinksterdag. Voor de mensen die het niet weten. En ja, naar Utrecht zie ik waar ik naartoe ga. En dan vanmiddag naar Dordrecht sowieso. Dus ja. En ik ben onderweg naar het station. En zie ik jullie straks weer. Later. Zo. Inmiddels loop ik op de straatweg. Weg naar het station toe. Ik ben nu ter hoogte van de Bergse Plaslaan. En ik hoor alleen maar vliegtuigen overvliegen. Echt, what the fuck, man. Het is echt kapot druk. Ik ben iets van de vijfde die ik hoor of zo. En ja. Ik kom nu naar het station toe. En dan naar Utrecht. Dan naar Arnhem. Dan ben ik denk met 3600 naar Breda of zo. En dan vanaf daar naar Dordrecht. En ik vind het altijd wel leuk om dit te drukken als je het doet. Ja. Ja, vorige voor zich voor mijn kuthoes. Is nog niet over. Maar ik zie je straks weer bij het station. Laters. Zo, inmiddels ben ik weer op het station van Rotterdam Noord. Oh, jammer. Ik was net hier nog als enige, maar ik kom net nog een knul aan. Zo jammer weer. Anders had ik hier als enige op het station gestaan. En ik wacht nu op de sprinter. En kijk, je ziet het wel weer. Ik ben weer op mijn vaste stationsplek. En ik wacht nu op de sprinter. Die komt zo. Dan heb ik een sled. SLT. Dan een DDZ. Dat ook waarschijnlijk wel weer Ferm hebben naar Arnhem. Dan waarschijnlijk ook ICM naar Breda. Dan waarschijnlijk of ICM of flirten naar Dordrecht. En dat zie ik straks wel weer. En ik zie je straks weer. Laters. Zo, ik zit weer in de Intercity. Die enkelspoor wordt wat harder. Misschien zie je het wel. Maar ik ga maar tot Utrecht, dus dat scheelt. En net vertrokken naar Rotterdam-Alexander. Kijk eens hier. En met een DDZ6. Mooi. En ja, nu is nu op weg naar Utrecht Centraal. Tot straks. Zo, we zijn bijna in Utrecht. Oh, ik zie een VMM staan. En we gaan zo naar Nijmegen, naar Arnhem dan. Met 10 bakken een VRM. Dus ja, is een keer beter dan zo'n kutviertje of zo. Wat ik altijd gebeurt op de lijn naar Nijmegen. Dus ja, we zijn bijna in Utrecht. En tot straks weer. Laters. Zo, we zijn in Arnhem. We wachten nu op de Intercity naar Breda. Die we dan, Roosendaal dan, die we naar Breda brengt. En dan pakken we daar de flirt naar Dordrecht. En daarna met excursierit mee. Ik heb er weer super veel zin in. En dan zie ik je straks weer later. Zo, we zijn inmiddels in Breda. We gaan weer op de Intercity naar Dordrecht. En dan even eten daar. En dan vanmiddag met de excursierit mee. Die begint om 1 uur. Nou, ik ben er allemaal 12:30, dus ik ben mooi op tijd. Kijk, trein naar daarna. En dan ga ik nu waarschijnlijk over Dordrecht heen. Maar die stopt er niet. Het is een beetje jammer, net als wat ik gisteren had. Ik dacht echt van what the fuck. En ik wacht nu op de trein naar Dordrecht. Ik kom zo binnen met een kop lopen. Yo. Zo, we zitten in de trein naar Dordrecht. Ik weet, ik zit in een coupé. Maar ja, er zit toch niemand anders hier behalve ik. En ja. Ik ben lekker met een kop lopen op weg naar Dordrecht. Ik had met de flirt kunnen gaan, maar ja, ik wist niet dat deze al reed. Maar ik neem deze. Is leuk. En ik heb vandaag nog maar 1 keer in een VRM gezeten. Ik ben begonnen met SLT, toen met ICM. Nee, DDZ. Toen VRM, toen ICM, nu weer ICM. En daarna de excursierit, weet ik nog niet waar ik naartoe ga. Misschien met flirt ergens of zo. Maar ik zie het dan wel. Maar tot straks, yo.
Wauw. Voor de enige echte bootplaats. Kijk ze dan, kijk ze. Allemaal voor een foto, kijk. Allemaal voor een foto. Ik maak wel ruimte voor je. Ja, al oh, wat lief voor jou. Ja. Anders zit je kont in mijn gezicht. Anders zit je kont in mijn gezicht. Ik zeg niks. Ik wou me niet zeggen, maar nee, ik zag je gelijk om me weer daarheen lopen, joh. Ik niks beters te doen ofzo. De kappers onder ons staan foto's te maken. Oh, is dit daar in de filmen? Even kijken. Oh, wat. Kijk, ik zie hier zo allemaal. Hoi. Kijk hem redden. Wat vind je daar nog van? Zo, bus trilt een beetje. Wat ik vind, ja. Ja. Zeg maar niks. Ik hoop dat ik aan de bovenland. Ja, dat is lastig. Hè? Ja, dat is altijd een andere mensen. Ja, daarom.
Zo, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En vergeet natuurlijk niet op het belletje drukken als jullie meer video's van mij willen zien. En ik zie jullie bij de volgende video. Later.